Kortombe zijn ze klaar voor. Zeg maar een herstart voor Go Ahead Eagles. Dat natuurlijk het seizoen al officieel begonnen was. Maar vandaag het Eredivisie seizoen mag beginnen. En ze hebben er zin in Deventer. Een mooie ontvangst. Een warm welkom op een broeierige zondag in de Adelaarshorst. En ook het uitvak zit goed vol. Uit Sittard vroeg vertrokken de spelers al gisteren. Nu eerst een minuut stilte. Juist omdat dit een van de meest sfeervolle stadions is, is zo'n minuut volledige stilte ook des te indrukwekkend. Ook vanuit het uitvak het volledige respect voor de Go Ahead Eagles supporters die zijn overleden. Er zal later in de wedstrijd dus nog een eerbetoon volgen aan Kees Vierhout. Zoals zoveel trainers in de Eredivisie benieuwd naar zijn ploeg. En dus laat pas echt bij elkaar kwam. Dit zou wel een grote kans op kunnen leveren door het geklungel achterin bij Go Ahead. Maar het schot is dan recht op Lokman. Halilovic boos op Aiko omdat Halilovic liever zelf had willen schieten. Maar dat liep het nog een moment om in te spelen. Goede druk zetten van Fosso. Lokman had wel moeten doorzien dat die paas eigenlijk niet kon. Draai, maar dan kan je terugkoppen, dan ligt er een kans. Een omhaaltje, nou! Nog een listige hoop. Eerste redding voor Branderhorst. Hij kopte ze Europa in. Net dus het laatste doelpunt van het seizoen. En hier denkt Kramer, misschien het seizoen ook maar een spectaculair beginnen. Beginnen de nodige spelers van Go Ahead buiten de 16. Zodat het vol wordt daar en het levert een doelpunt op. Nee! Amova krijgt de kans van allemaal. Hij valt precies goed voor hem. Hoe is het mogelijk? Amova heeft hem, ja echt voor het inschiet. Al bij de tweede paal. James in één keer voorgeven. Dat lukt. Maar ook die bal niet afgemaakt. Een van de vragen rond zijn ploeg. Zit er genoeg scorend vermogen? Daar hebben ze Jeffrey de Lange gespot. Nog een keer kunnen ze voor hem zingen. Ja, bijzonder hoor, die keepers hier in Deventer. Eén keept een WK, de andere gaat naar Marseille. Ik weet niet wat er hier in het water zit, maar voor keepers in ieder geval alleen maar goede dingen lijkt het. Edwardsen. Zo, dat is het einde van de cornervlag. Losgewaard meteen dat er verzorging nodig is. Maar ik vrees einde seizoen toch echt. Voor deze cornervlag. Breeuw. Schot. Zeg maar aardig uit de draai. Maar nou, makkelijk. Voor Branderhorst. Koet krijgt zijn hoofd er dan niet tegen. Halilovic is hier. En het schot. Hij beweegt wel wat net. Maar de bal voor hem vanaf de verkeerde kant tegen het net aan. James, ja, je ziet hem die aanloop nemen. Je denkt hij gaat toch niet schieten, maar hij probeert het toch. Eerst de doelpoging van de tweede helft is zo genoteerd. En dan na 50 minuten voetballen, dus in de 51ste minuut. Een oorverdovend applaus voor Kees Vierhout, die op 51-jarige leeftijd overleed. Mooie bal van Twicht, geweldige paas en geen doelpunt voor Dijl die de controle heeft. Maar dan zit Branderhorst er dicht genoeg op. Peterson. Komt er makkelijk langs. Goed teruggelegd. Halilovic aannemen en uithalen. En scoren ook! Wat een rust! Alleen Halilovic kan het nog. Dat wat we al zo lang te weinig hebben gezien. Het is tegen de verhouding in, maar Fortuna leidt.
Edwardsen. Langs Mitrovic, Adekanje. Edwardsen, tankzet voor het doel. Del. Adekanje vrijgespeeld. Adekanje. Slim balletje dit. Tankstedt krijgt zijn voeten net niet tegen. James. Edwardsen. Del. Oef, verraderlijk geschoten. Lekker een zwabberbal. Twicht. Daar is er niks aan de hand. Weer een verdediger. Dichtbij een doelpunt. Binnenkant voet. Lekker een zwabber meegegeven aan die bal. Branderhorst zal blij zijn dat hij net iets te hoog is uiteindelijk de bal. Bal van Pinto, dan ligt Halilovic en dat levert een vrije trap op. En geel dus. Halilovic probeert het onder de muur door. Maar de muur springt niet. Dijks gooit. Er zijn nog wel wat koppers voorin. Goed zegt, gooi die bal er nou maar in. Ik ben er nog. Dus daar de voorzitter, daar de koppel en de 0-2. Makan Aiko scoort. Een voorzet op maat en een eerlijke kopbal tot gevolg. Vandaag eigenlijk nog niet zo heel veel gezien, maar ja, nu is hij er op het moment dat het ertoe doet. Breum. James, goed gespeeld. En het schot is voor Branderhorst. Daar is in ieder geval een aanvaller, de spits zelfs, die een kans krijgt. Ik denk dat hij grotendeels positief verrast is door zijn ploeg, hoor, Buijs. Del. Daar is nog de kans, maar ook die valt dan niet. En het is bovendien buitenspel. Er is afgelopen en Fortuna verrast in de eerste speelronde. Zeer effectief met de kansen omgegaan. En bij Go Ahead overheerst de teleurstelling. Want na de Europese uitschakeling volgt in de Eredivisie een valse start met een thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard.